Ik ga niet liegen, mensen. Ik heb jullie een beetje teleurgesteld. Ik was ineens, werd ik ineens een beetje moe. En kreeg ik ineens helemaal geen zin om het ineens te veranderen. Dus ik ga bij deze ga ik het morgen veranderen. Dat beloof ik. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Mijn naam is Brooklyn. En ik ga niet liegen, mensen. Het is wel al middag, dat wilde ik helemaal niet zeggen. Maar ik heb vandaag zo lekker geslapen. Ik werd vroeg wakker, omdat ik dacht dat ik gebeld kon worden door mijn stage. Want gisteren zouden ze bellen, maar dat is niet gebeurd. Dus ja, ze zeiden, stuurden vanmorgen een mailtje met, ja sorry, we hadden geen tijd, we waren aan het filmen. Dus dat is jammer, maar ik vond het niet heel erg. En ik heb een kleine fout gemaakt bij het stage, maar volgens mij hebben ze me daarvoor vergeven. Dus nu ga ik even kijken voor betere, of betere, gewoon goede beelden die ik kan doorsturen. Die ik zelf heb gemaakt. En ja, dat zou natuurlijk helemaal top zijn als ik daar stage kan lopen, nogmaals. Maar dat wilde ik niet zeggen. Ik wilde zeggen, ik heb lekker geslapen in dit bed. Oh mijn god, mensen. Ik heb zo goed geslapen. Ik ben 1 keer wakker geworden en daar ben ik zo blij mee. Want anders zou ik, elke keer 3, 4 keer per nacht wakker worden gisteren. En die dagen ervoor 6, 7 keer. En dat is heel irritant. Dus ik ben heel erg blij dat ik gewoon lekker heb kunnen slapen. En maar 1 keer wakker ben geworden. Dat is gewoon heel fijn voor mij. Nu ben ik niet zo moe. Ik ben sowieso, was ik al niet zo moe. Maar nu helemaal niet. En ja, ik kan dan niet zeggen dat ik helemaal beter ben. Maar ik word wel steeds beter. Ik ben minder verkouden, minder keelpijn. Dus dat is goed. Maar er is wel slecht nieuws. Want mijn zusje heeft nu ook corona. Maar dat had ik eigenlijk al verwacht, heel stiekem. Want ja, als ze de hele tijd in het huis leven waar ik ook leef. En ik heb corona, dan lijkt het mij ook wel dat hun ook een keertje corona gaan krijgen. Mijn moeder heeft het nog niet. Mijn vader heeft het nog niet. Mijn vader is minder thuis dan mijn moeder. Want die werkt nog gewoon. Dat komt omdat hij nog geen klachten heeft trouwens. Daarom mag hij nog werken. En ja, mijn zusje nu wel. Dus hij gaat, waarschijnlijk komt hij zo meteen thuis. Gaat hij zich laten testen. En dan ja, hopelijk dat hij negatief is. In ieder geval heb ik lekker poffertjes gegeten. En lekker broodje met kipfilet net. En dat was ook wel heel erg lekker. Maar dat is nu al op. Helaas. Ik heb ook wat, wat drinken en eten boven gezet. Nou, eten niet echt. Mijn moeder had een zak chips gehaald hier zo. Lekker. Heel erg lekker. Dus ik had er eten boven gezet. Want mijn moeder zei, ja, blijf dan toch maar best wel boven. Best wel veel boven. Want anders krijg je het waarschijnlijk alsnog terwijl je in je herstel zit, zeg maar. Ik weet niet of jullie begrijpen wat ik daarmee bedoel. Maar het komt gewoon dat als ik nu ga herstellen en ik blijf er steeds mee omgaan, dan is het niet best. Laten we het daarop houden. Dus ik kom zo min mogelijk beneden. Ik ga zo lang mogelijk boven blijven zitten. Hopelijk ga ik gewoon goed herstellen. En mijn zusje ook. Dus, en mijn ouders hopelijk krijgen dat niet. Dat is het enige wat ik hoop. En ik ga dan maandag gewoon weer lekker mijn examens maken. En dan ben ik daarmee klaar. Dus als ik die af heb, dan vind ik het prima. Dan kan alles gebeuren. Dan maakt het er niet meer uit. Maar, althans trouwens wel, want ik wil graag van mijn vrienden zien. Maar, ja. Dat jullie begrijpen, dat denk ik wel. Mensen, het is avond. Ik heb al gegeten. En ik was even te kijken. Ik zat nog boven trouwens. Zo, ik zie het nu pas. Dan zie ik de lucht wel. Hier is oranje. Oh, hier oranje. Daarachter is het toch wel mooi. Maar behalve dat ga ik zo meteen mijn setup veranderen. Ik ga even een video uploaden. Die is nu bezig in de upload. Dat duurt tot 10 voor 7. Ongeveer, denk ik. Hoop ik, met een beetje geluk. En dan ga ik mijn setup veranderen. Ik ga het meten straks. Maar ik ga even kijken, volgens mij was mijn bureau 2 meter lang, weet ik niet zeker, of 1,60. Volgens mij 2 meter. En ik zit te twijfelen, misschien moet ik hem zo zetten, dus hoe ik het eerst had, mijn monitor daar, beeldscherm daar, die kant op. En dat ik dan naar de muur kijk. Of ik ga hem hier zo zetten, en dan mijn monitor hier, letterlijk hier, dat ik die kant op kijk. En dat ik hier zo, althans ik kijk daar naartoe, maar mijn monitor gaat daar naartoe. Want dat lijkt me op zich ook wel fijn. Maar ik weet niet of dat heel fijn is met het licht en zo. Dus ik denk dat ik gewoon mijn computer en bureau gewoon daar ga zetten. Zoals ik van plan was. En dan kan ik, ja, ik weet niet. Het lijkt me gewoon een stuk fijner. Want nu heb ik niet zo, kijk deze ruimte die ik heb. Dat is niet zo heel groot. Zoals je kan zien is dat best wel weinig. En dat is, ja, ik zou het graag meer willen hebben. Dan krijg je sowieso, krijg ik er iets meer bij. Ik krijg dit erbij als ik hem hier zet. Maar ik kan er ook, ik weet niet, ik denk dat misschien dat ik hem trouwens wel gewoon hier zet. Dan klim ik gewoon altijd over mijn bed. Het is veel makkelijker, denk ik. Ik weet het niet zeker. Maar ik ga het even kijken. In ieder geval, ja, ik ga even opmeten hoe lang het bureau is en hoeveel ruimte ik hier zo heb om het bureau neer te zetten.
En dan zal ik jullie zo meteen even laten weten hoe dat eruit ziet. Het is dus 1,40 meter het bureau. Ik zei het helemaal verkeerd. Ik ging geen 2 meter. Ik zei het helemaal verkeerd. Maar ik heb gemeten en het past dus hier zo. Zo ga ik het niet doen, want dan moet ik de hele tijd over mijn bed heen klimmen. En dat is iets minder handig. Dus ik ga gewoon mijn bureau daar zetten. Op de plek waar het origineel was. En ik zal straks even laten zien. Nu moet ik nog wachten tot mijn video geüpload is. Anders komt het niet online. En ja, dat is niet handig. Dat is echt niet handig. Had ik misschien ook eerder moeten doen, maar ja, daarom. Nee, ik ga hem gewoon daar neerzetten. En ik denk dat het er beter uit gaat zien. Dan heb ik gewoon meer ruimte. Dat vind ik fijner. Kan ik op mijn bed liggen als ik geen zin heb om te zitten. En dan perfect. Kan niet beter. Ik ga niet liegen, mensen. Ik heb jullie een beetje teleurgesteld. Ik was werd ineens een beetje moe. En kreeg ik ineens helemaal geen zin om het ineens te veranderen. Dus ga ik het morgen veranderen. Dat beloof ik. Zo werk ik erin, ga ik het morgen veranderen. Ik ga mijn batterij in de oplader doen. En de andere batterij hierin doen. Ik zie dat mijn camera bijna leeg is. En ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Tot de volgende vlog. Ciao.